Hi, ik ben Lilian, 38 jaar. En ik wil jullie heel graag meenemen op een bijzonder, persoonlijk, maar vooral spannend avontuur. Ik heb namelijk de keuze gemaakt om alleenstaand moeder te worden. Het weekend staat bijna voor de deur. Ik sta op punt om mijn laptop dicht te klappen. En ik ben er ook heel erg aan toe. Ik ben echt moe en heel erg gaar. Afgelopen 2-3 weken. Ik zit nu al 3 weken bij mijn nieuwe werkgever en die waren best wel intensief. Er komt heel veel op me af. Een nieuwe branche, de retail, is toch wel wat anders dan ik gewend ben. Dus dat maakt het wel even wat extra intensief. En ik vond het lastig de afgelopen 2 weken, ook na mijn laatste poging wat niet gelukt was, om mijn geluk uit kleine dingetjes te halen. Ik kon het gewoon niet echt vinden. We zitten natuurlijk weer in de corona-lockdown, dus dat zal niet alleen voor mezelf gelden, maar voor meer mensen. Dus ik heb dat echt even nodig, die prikkel. En waar word ik nou heel gelukkig van? Dat is van de natuur en van wandelen en van zon. Dus ik heb een hotelovernachting geboekt voor mezelf alleen op de Veluwe. Daar ga ik morgen naartoe. Ik kijk er echt enorm naar uit. Ook nog eens heel erg gelukkig met het weer, want het is het allereerste lenteweekend. Er worden echt prachtige 2 mooie dagen verwacht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga lekker veel wandelen en bijslapen en lezen. En vroeg naar bed dus vanavond. Ik kan echt niet wachten tot het morgen is. Ziet er toch echt heerlijk uit. Ik heb mijn ontbijtje net opgehaald. Ziet er ook heel goed uit. Lekker veel. En ik zit midden in de bossen. Zo word ik wakker. Al die vogeltjes. Een paar mensen aan het sporten. Ik vind het helemaal top. Echt heerlijk. Precies waar ik zin in had. Nou, vandaag loopt echt totaal niet zoals ik had gepland. Ik heb vanochtend positief getest. Mijn ovulatie. Iets te vroeg in mijn cyclus, dag 11 of 12, dus ik had hem echt totaal nog niet verwacht. Dus ik ga vandaag naar de kliniek, straks over een half uurtje al. Ja, omdat ik ook te vroeg ben, gaan ze voor mij een echo inplannen, waar ik stiekem wel heel blij mee ben. Ik vind het altijd fijn als ze even met me meekijken. Kan ook zijn dat ze dus zien dat de follicul nog niet groot genoeg is en dat ik weer naar huis moet en dan morgen of overmorgen terug moet komen. Hoe dan ook is vandaag een hele onhandige dag, want het is vrijdag en ik heb de laatste dag helemaal volgeblokt met mijn collega die ik ga vervangen. Zij gaat vanmiddag met zwangerschapsverlof, dus wij hadden echt deze tijd nog nodig om die laatste punten af te vinken en alle vragen te stellen die ik nog heb. Dus het is niet handig, maar ze is blij voor me dat het vandaag gaat gebeuren en heel flexibel gelukkig. Dus misschien dat ik haar vanavond of in het weekend nog even moet bellen. Maar goed, eerst maar even kijken wat er op de echo gebeurt. En ja, ik hoop eigenlijk dat ik vanmiddag wel geïnsemineerd ga worden. Poging 6, alweer. Dus wish me luck. Nou, het is allemaal perfect gegaan gisteren. Voor de 6e keer ben ik geïnsemineerd. Ik heb inderdaad een echo gekregen een paar uur van tevoren. En dat zag er heel goed uit. Er lag zo'n dikke follicul van 19 mm. Dus dat was perfect. 20 mm is ideaal. Wel heb ik gisteravond best wel wat pijn gehad. Behoorlijke krampen. En ik had dat de laatste 2 of 3 keer ook al ervaren. Maar in een mindere mate. Maar dit keer was wel heel erg pijnlijk. En ik had ze daar bij de kliniek ook al naar gevraagd van wat kan dat zijn? En daar hadden ze eigenlijk niet echt een antwoord op. En dat vond ik een beetje raar. Dus de een zei, de ene arts bij de echo zei misschien voel je je eisprong. En ik dacht ja nee. Dit is zeker niet mijn eisprong wat ik voel. Het is veel heftiger. Het is veel pijnlijker. En de andere die zei, die had er eigenlijk niet echt een antwoord op. En op internet vond ik echt allerlei verhalen van vrouwen die exact hetzelfde hebben gehad. Dus het is toch wel iets wat ja, niet alleen bij mij is gebeurd. En ja, er waren heel veel vrouwen die 2 dagen krom hebben gelegen of alleen in bed hebben gelegen. Er zijn er zelfs een paar naar de eerste hulp gegaan omdat ze het niet vertrouwden. Dus ik dacht, ja, dit is wel herkenbaar. En ik denk dat hetzelfde gevoel is wat ik gisteren heb ervaren. Ik heb er de nacht last van gehad en vanochtend ook nog. En nu ebt het gelukkig wel weg. Maar ja, heel prettig is het niet. Ik ben gisteren ook voor het eerst herkend in de wachtkamer bij de kliniek. Er zat een hele leuke aardige dame die zei, mag ik het vragen? Vlog jij voor de Flair?
Dus dat was al heel toevallig. Ik had natuurlijk ook gewoon een mondkapje op. Maar ze had me herkend in de auto op de parkeerplek. Dus we hebben even gezellig een babbeltje gemaakt. Ik weet haar naam niet. Maar ik denk dat ze nu kijkt dat ze wel weet dat ik het over haar heb. Je zat daar voor de tweede keer en was heel zenuwachtig. En ik ben heel benieuwd of het goed is gegaan. En laat me vooral weten als het een succesvolle inseminatie is geweest. Misschien kan je iets laten horen op mijn Instagram bijvoorbeeld. En mijn Instagram is overigens Lilian van A. En dan allemaal achter elkaar. Dus het is Lilian van A. En ik heb wel een afgeschermd profiel. Maar als jij of andere dames me willen toevoegen, dan doe dat vooral. Ik vind het ook leuk om andere BAM-moeders te gaan volgen. Goed weekend voor iedereen. En dan tot binnenkort weer.